De Cabman BCT Update. Regel het nu. Nou, daar gaan we. We nemen even de weg met je door hoe je ervoor kunt zorgen dat de BCT blijft werken. Alle kaarten die te maken hebben met de BCT, die gaan verlopen. De chauffeurskaarten, ondernemerskaarten, de keuringskaarten en de inspectiekaarten. En datzelfde geldt voor de systeemkaart in de BCT. Om te zorgen dat alle BCT's blijven werken, is er gelukkig nieuwe software gemaakt. Hoe die digitale snelweg eruit ziet, dat kun je nalezen op de infographic die CapMan voor je heeft gemaakt. En je kunt hem downloaden en uiteraard hangt hij ook bij ieder inbouwstation. We nemen die digitale snelweg even met elkaar door. In oktober 2019 is de software update 2.3 voor de CapMan BCT beschikbaar. Deze biedt niet alleen nieuwe features, het zorgt er ook voor dat jouw huidige systeemkaart nog 36 maanden langer geldig is. En ook is de BCT met deze software update 2.3 gereed voor de nieuwe chauffeurskaart die je voor 1 januari 2020 van Kiwa ontvangt. Er staat een cursus online op de Capman Academy waarin je alvast de Software Update 2.3 kunt leren kennen. Hoe update je de BCT? De eerste vraag is dan: heb je een Capman Software en Serviceabonnement? Is het antwoord ja, dan kun je de Software Update 2.3 downloaden via BCT Online en installeren met je eigen keuringskaart. Of vraag een Over-the-Air-update aan bij Service en Support van Capman. En de kosten voor datatransfer via Over-the-Air zijn 10 euro. De update zelf is helemaal gratis. Heb je geen software- en serviceabonnement? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij je inbouwstation om daar de BCT-software te updaten. We hebben hiervoor een adviesprijs van 54 euro voor de software update, inclusief de arbeidskosten van het inbouwstation. In de periode oktober 2019 tot en met 1 januari 2020 ontvang je een nieuwe chauffeurskaart van Kiwa. Zorg ervoor dat je de BCT-software hebt geüpdate voordat je de nieuwe chauffeurskaart in gebruik neemt. Op 1 januari 2020 dien je de nieuwe chauffeurskaart in gebruik te nemen, maar let op, de kaart werkt dus pas nadat je de BCT-software hebt geüpdate. Nou, werkt de nieuwe chauffeurskaart niet en heb je de BCT-software al wel geüpdate? Neem dan even contact op met Kiwa. 20 maart 2020. Zorg dat je de software-update 2.3 voor deze datum op orde hebt. En zonder een update is jouw BCT na 20 maart niet meer bruikbaar en dan moet je een nieuwe aanschaffen. Wat er gaat gebeuren in 2023 en in 2028, dat is nog ver van ons bed, maar de minister heeft aangegeven de BCT tot 2028 als middel te willen gebruiken. We zorgen dus in ieder geval voor dat je zo snel mogelijk alles op orde hebt. Tot zover deze informatie. We zien elkaar terug in de cursus op de Capman Academy. En voor meer informatie ga je naar capman.nl slash systeemkaartinfo.